Een depressie is meer dan een dipje. Als je meer dan 2 weken veel last hebt van een droevige stemming die niet vanzelf verdwijnt, kan er sprake zijn van een depressie. Je hebt dan nergens meer zin in. Je bent moe, futloos, concentratieproblemen, eetproblemen, moeite met slapen en je wordt sneller geïrriteerd. En je wordt trager in je hele manier van doen. Soms denk je zelfs aan zelfmoord. Een depressie kan ontstaan doordat je een verdrietige of schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt. En sommige mensen hebben zichzelf een manier van denken aangeleerd die leidt tot een depressie, zoals negatief denken, weinig zelfvertrouwen, faalangst en perfectionisme. Depressie kan ook erfelijk zijn, want in gezonde hersenen is er steeds een goede uitwisseling van chemische stoffen. Bij een depressie kan de balans verstoord zijn. Depressie is een ziekte, net als diabetes of reuma. Je hoeft je dus niet voor te schamen. Het is belangrijk om gewoon onder de mensen te blijven en op een normale tijd op te staan en naar bed te gaan. Zoek steun en praat met iemand over je problemen. Bewegen is ook heel belangrijk. Ga bijvoorbeeld fietsen, wandelen of zwemmen. En zoek psychologische begeleiding of volg een cursus. Depressieve klachten zo vroeg mogelijk aanpakken is het allerbeste. En als je goed in je vel zit en een gezonde levensstijl hebt, ben je minder vatbaar voor negatieve zaken in je leven. Er bestaat nog geen methode die een depressie kan voorkomen. Wel is het mogelijk om bij beginnende klachten deze te verminderen door het aanleren van verschillende vaardigheden. Als je langer dan 2 weken last hebt van depressieve klachten, waardoor je niet meer normaal je dagelijkse werk kunt doen, moet je naar de huisarts.